van harte welkom. Een nieuwe aflevering van het Koetshuis met één gast en dat is Marcel Melissen. Marcel, van harte welkom. Het zijn spannende tijden in de politiek, niet alleen in Tiel, landelijk natuurlijk ook. En waarom is dat zo? Nog minder dan een jaar na de verkiezingen. En dat betekent dat in deze tijd de posities ingenomen worden. Oftewel, wie wil er raadslid worden, wie wordt er wethouder, wie zit er in een bestuur, wat zijn de posities, op welke plekken. Oftewel, een soort stoelendans. En dat levert spanning op. Wat gaat Marcel Melissen doen? Nou, ik vind wel eigenlijk wel de inleiding zoals je dat zegt eigenlijk wel mooi, want dat klopt. Je weet gewoon dat op het moment dat de lijsten worden samengesteld en dat proces gaat bij iedere partij zo langzaam beginnen. De ene partij gaat er snel in als een ander, maakt op zich niet uit. Ergens in november, december moet het duidelijk zijn en dan in maart zijn de verkiezingen. Precies. En dan heb je ook alle debatten en dergelijke. Dus dat betekent dat iedereen zich warm loopt voor die lijsten. Voor de posities, zoals jij dat mooi formuleert. En er zijn mensen die komen daar openlijk vooruit. En er zijn mensen die zeggen, nee, dat wil ik niet. Maar ondertussen gebeuren er achter de schermen allerlei spelletjes. Verdient ook niet altijd een schoonheidsprijs. Dat is toch niet fijn? Lijkt mij. Nou ja, wat je weet is dat bij lijstvorming het altijd gaat om de vraag van wie wordt de lijsttrekker, wie wordt de nummer twee, kom ik wel op drie. Dat soort vragen krijg ik een verkiesbare plaats. Nou, dat speelt ook bij iedere partij. Hè? Mm-hmm. En dat levert altijd een beetje een spannende periode op voor alle mensen zelf, want iedereen zit in die spanning. En dat merk je ook eigenlijk altijd wel terug in de komende tijd, ga je dat ongetwijfeld bij iedereen merken. Als het dan gaat om jouw vraag, wat ga ik dan doen? Nou, voor mij is het eigenlijk best wel helder. Ik zit 23 jaar in de Tielse politiek. Dat is een behoorlijke tijd. Ja, zeker. Ik heb 16 jaar in de gemeenteraad gezeten. Ik heb periodes... Ben ik fractievoorzitter geweest, ik ben nu twee periodes wethouder, ik ben twee keer lijsttrekker geweest, ik heb drie keer lijsttrekkersdebatten gedaan en ik heb echt zoiets van, het wordt tijd dat iemand anders lijsttrekker van de VVD toe gaat worden. Okay. Dat die als een fris gezicht die debatten kan gaan voeren, dat die zijn verkiezingsprogramma kan gaan schrijven en al die dingen die bij het lijsttrekkerschap horen. Die verantwoordelijkheid invult. Dat ga je allemaal niet meer doen. Daar wil je niet bij betrokken worden. Ik zelf heb zoiets van, als je zo'n lange tijd erin hebt gezeten, is het ook goed om dat te verlaten. Iemand anders die kans te geven. Dus eigenlijk gewoon de weg open te maken voor iedereen die er graag zou willen. Nou, dat proces gaat binnen de VVD opgestart worden. Dus iedereen die lijsttrekker zou willen worden van onze afdeling, ja, die kan zich straks aanmelden. Ik ga het dus in ieder geval niet doen, want voor mij is de keuze helder. Ik vind het na 23 jaar vind ik het wel goed dat ik het niet doe. Vind ik nogal wel dat je dat zegt. Want als je zegt Marcel Melissen, dan zeg je eigenlijk VVD, Tiel, financiën, dat is waar je mee bezighoudt de laatste periode. Doe je hartstikke goed. De juiste man op de juiste plaats, op het juiste tijdstip voor deze stad en deze tijd. Ik ben van mening dat ik dat aardig kan inschatten. Als je kijkt, want je moet het met elkaar doen als raad zijnde en als college zijnde, dat daar geen betere voor beschikbaar is. En nou gooi je, zeg je van nou, ik vind het wel goed. Nou ja, je zegt het iets te nonchalant, ik vind het wel goed, het is een wel overwogen beslissing. Ga je dan wel actief mee aan de slag? Ik bedoel, als je wethouderskandidaat wil zijn straks, hè? Stel, dan moet je toch ook weten met welk programma je aan de slag moet en of je dat kunt uitvoeren of niet. Daar wil je het ook bij betrokken zijn. Sterker nog, dat moet er ook. Nou kijk, je hebt een lijsttrekkerschap en je hebt een wethouderschap. Dat is, in het verleden werd dat heel vaak aan elkaar gekoppeld. Overigens is dat een trend die al lang doorgeknipt is door vele partijen. Dan praten we over dualisme, hè, om dat los te koppelen. Ja, dat klopt. En in praktijk is dat eigenlijk helemaal niet zo. Op papier staat het allemaal keurig. Kijk ook naar de naam. Ja, precies. Je hoeft niet per se lijsttrekker te zijn om wethouder te worden. Mm-hmm. Dus... Om wethouder te zijn hoeft niet per se lijsttrekker te zijn. Nee, snap ik. Maar wezenlijk is dat natuurlijk ook een ander verhaal. Want je ziet ook een trend dat er wethouders van buiten een stad ingevlogen worden. Die niks van zo'n stad weten. Klopt, want je bent natuurlijk als wethouder, wat in mijn ogen toch een vak is wat je moet beheersen. Zeker. Het zou ook mooi zijn als daar een opleiding voor kwam. Het is echt wel een complex vak. Je moet het wel kunnen. Ja, want voor alle duidelijkheid, veel mensen weten dat nog ineens. Maar voor burgemeester of voor wethouder hoef je niet geleerd te hebben. Helemaal niks. Je hebt geen enkel diploma nodig. Nee, dat is op zich al raar, hè? Want zo'n gemeente, natuurlijk is er een ambtelijk apparaat met daar een directeur bij. Het is wel een multinational, maar het wordt aangestuurd door zo'n college en door zo'n raad. Ja, maar je hebt dus inderdaad, de formele eisen zijn dat je
geen diploma nodig hebt. Nee. Maar er is natuurlijk ook wel... Dat is op zich al geen, dat is gek, hè? Ja, een beetje een soort baantjescarousel. Ik bedoel, misschien niet raar, stel er komt een vacature vrij als burgemeester van Rotterdam, ik roep even wat, en je niet raar gaat solliciteren, nou no way, gaat niet gebeuren. Maar dan zie je vaak dat dat iemand wordt uit een, ja, die daar al in die scene zit, die bestuurlijke ervaring heeft, die mensen kent en vervolgens wethouder wordt. Bedoel je dat ook, zeg maar, lokaal? Jij bent zometeen beschikbaar of niet, als je die keuze gemaakt hebt? Nou, het is natuurlijk zo dat iedere partij probeert zijn of haar beste mensen naar voren te schuiven voor de posities die belangrijk zijn. Ja. Dat doe je voor een lijsttrekker, voor een fractievoorzitter. Nou, dat is klip en klaar, dat is massamedisch. Dat doe je ook voor een wethouder. Ja. Het zou onlogisch zijn om dat zomaar over te laten aan niks. Nee. Dus er wordt degelijk over nagedacht wie zetten we. Sorry dat ik je onderbreek, maar je kijkt naar de beste mensen die je voorradig hebt. VVD heeft massamedisch, dat is de beste. Ja, maar op het moment dat ik geen lijsttrekker ben, dan ben ik in ieder geval niet de beste kandidaat voor lijsttrekkerschap. Nee, oké, okay, maar wel voor het wethouderschap. Er zijn er anderen die die rol ook kunnen pakken. Ja, oké. Okay. Dus als er meerdere wethouderskandidaten zouden zijn? Nou ja, ik bekijk het zo. Maar dat is toch allemaal niet leuk, maar zo? Nee, maar ik bekijk het toch even zo. 8 jaar wethouderschap, dat is 2 zeker periodes. Dat is een vraag aan ervaring die je meeneemt. Dat is op zich al een ding waar je over na moet denken. Een belangrijke vraag voor een wethouder is, 8 jaar wethouderschap... Is het dan tijd om gewoon een stapje terug te doen? Mm-hmm. Of ga je toch nog die energie zoeken om nog een derde periode te gaan? Nou, laat ik die vraag anders stellen. Want je hebt financiën de afgelopen periode gedaan tot nu toe. En dat doe je tot aan die verkiezingen. Als het allemaal goed gaat, dan gaan we vanuit in hier en Tiel. Er is nog werk genoeg te doen. Jouw werk is nog niet af. Je hebt flink moeten snijden links en rechts. Moeten bepalen van... Hoe gaan we het doen en hoe krijgen we het in Tiel weer financieel op de rit? Ja, het is natuurlijk ook mooi als het zo meteen allemaal weer klopt. Dat je ook nog een stempel kunt drukken, dat je een richting kunt geven. Als er wel genoeg geld is. Nou ja, oftewel, ik denk dan, je werk is nog niet af. Nou, kijk, op het moment dat er wel genoeg geld is wordt je werk natuurlijk als wethouder financieel wel een stuk makkelijker. Ja. Dat klopt. Het is zo dat ik deze klus was een moeilijke klus, of is een moeilijke klus. Ik vind dat ik daar best veel energie in heb gestoken, mm-hmm, en dat ik wel beslagen heb gemaakt. Zeker. En dus ik, op het moment dat alles inderdaad goed verloopt, hè, want dat moet ook nog maar blijken, hè, we moeten met z'n allen nog even de eindstreep halen. Nou, het is een soort phoenix, Tiel had gezegd, ook niet alleen in Tiel zelf, maar in de regio vanuit de as herreizen. Ja, daar is maar één man er verantwoordelijk voor in mijn ogen, en dat is Marcel Medelsen. Nou ja, je weet natuurlijk nooit of je de eindstreep haalt in de politiek. Maar mijn doelstelling zou wel zijn om de termijn netjes af te maken met een mooie sluitende begroting. Met jaarrekeningen die positief sluiten. Dat tot nu toe is me dat gelukt. Ja. Die uitdaging ligt er nog voor 2022 ook. Op het moment dat er dan verkiezingen zijn geweest, dan is het pas helder van hoe, wat ik dan noem even de stoelendans in gaten. Hoeveel zetels heeft de VVD, hoeveel heeft de Partij van de Burgers, nou noem ze maar op. Dat betekent dat je daarna met elkaar die slag van die coalitie zou moeten maken. Ik vind dat ook echt een politiek stuk merk. Nou, dat heb je al 10 keer gedaan. Ja, dat aan anderen laten is op zich logisch. Ja, precies. Dat zouden we inderdaad anderen moeten doen. Dan komt er een coalitieakkoord. Daar zou je toch altijd ook een stuk van je verkiezingsprogramma in terug moeten vinden. En vervolgens ligt er een akkoord dat moet worden uitgevoerd door mensen. Ja. En het beste voor een stad is dat mensen zijn die dat ook kunnen. Precies. Op het moment dat de inhoud van zo'n coalitieakkoord mij zou passen, dus er ligt een opdracht waarvan Marcel Melissen zegt, nou, die kan ik vervullen, dan ben ik bereid om daarover na te denken. Ja, ja. Dus je zit helemaal achteraan in het proces. Ja, maar het kan ook zijn dat er een opdracht ligt waarvan zegt, nou, het zou beter zijn als iemand anders dat doet. Ja. Of iemand anders voor de VVD dat doet. En als dat gebeurt, dan heb je daar vrede mee. Ja. Ja, dat begrijp ik. Ja. Want dan gaat het toch niet zoals jij zou willen dat het zou gegaan zijn. Nee, daar heb ik zeker vrede mee. Ja. Omdat ik voor mezelf heel duidelijk zeg, ik maak de weg open voor nieuwe mensen. Mm-hmm. Dus nieuwe lijsttrekken. Op het moment dat er een koppeling zou zijn tussen lijsttrekken en wethouder, kan. Ja. Nou, dat betekent dat Marcel Melissen niet beschikbaar is, want hij wordt geen lijsttrekker. Nee. Hoe gaat het, zeg maar, dus nieuwe regels binnen de VVD, landelijk is dat zo, regionaal en lokaal dus ook, dan gaat er heel wat gebeuren. Ook met die VVD-fractie, heb je daar zicht op? Ja, natuurlijk heb je daar zicht op.
Ik weet niet welke nieuwe regels je bedoelt. Nou ja, bijvoorbeeld dat mensen niet langer dan 2 periodes in de raad zitten. Dat er wel uitzonderingen kunnen zijn. Klopt, ja, er kunnen altijd uitzonderingen gemaakt worden. Dat zie je landelijk. Maar uiteindelijk gaat het altijd om de kwaliteit van mensen. Een wethouder kan overigens in theorie wel 5 keer wethouder zijn. Ja. Als hij benoemd wordt door de gemeenteraad. Mm-hmm. Dus dat kan altijd. Ja. Als je ziet ook wel wat er in de Tweede Kamer op dit moment aan de hand is. Een uittocht van allerlei mensen, omdat periodes zijn verstreken. Daar zitten ze soms nu al achter de haren te krabben van, is dat nou wel zo verstandig om al die kennis weg te laten lopen? Ja. Ik heb er wel een mening over. Ik vind dat je wel een goede mix moet hebben tussen nieuw en ervaren. Maar als je te veel nieuw hebt, en dus te weinig onervaren, ga je zien dat dat problemen oplevert. Ja, het is net zoals een voetbalelftal. Ja, ja, dus het is heel erg belangrijk om te zorgen dat je voldoende ervaren mensen hebt. En het is ook belangrijk om te zorgen dat je voldoende nieuwe mensen hebt. Laatste vraag. Marcel, namens de VVD zit je in dat college. Voel je je nog thuis bij de VVD-Tiel? Jazeker, ja. Ik ben VVD in hart en nieren en daar blijf ik. En het is net zoals je een voetbalsupporter bent, in dit geval ben ik dan van Utrecht, hè? Mm-hmm. FC Utrecht. Eigenlijk zeg je FC Utrecht, maar doet er even niet toe. Het gaat goed met de club, of het gaat minder goed, maar je blijft de club altijd trouw. Ik ben een trouwe hond, dus ik zal de VVD altijd trouw blijven. Nou, dat is een mooi antwoord. Mag ik jou danken voor het gesprek? Tot zover deze aflevering van het Koetshuis. Tot de volgende keer.